Een rapport van IFREMER, CRP MEM Guyana en WWF Frankrijk onthult dat de visserijdruk van illegale buitenlandse boten in Frans-Guyana in de afgelopen 12 jaar is verdubbeld. Gemiddeld zijn er dagelijks 56 illegale boten actief, terwijl er slechts 20 legale Franse boten zijn, wat neerkomt op 74% illegale visserij. Dit leidt tot uitputting van visbestanden en bedreigt zeeschildpadden, waaronder de Noordwest-Atlantische liederschildpad. Het rapport benadrukt de noodzaak van regionale samenwerking tussen Guyana, Suriname en Frans-Guyana om deze problemen aan te pakken en duurzame marine ecosystemen te beschermen. Tijdens de 79e algemene vergadering van de VN in New York nam minister Albert Ramdien deel aan een consultatievergadering, geleid door de premier van Bhutan. Deze bijeenkomst bracht net zero landen samen om een forum op te richten voor gezamenlijke actie tegen de klimaatcrisis. Ramdien benadrukte Surinames commitment aan een carbon-negatieve status en pleitte voor samenwerking en klimaatfinanciering. Het platform zal naar verwachting worden gelanceerd tijdens COP29 in Azerbeidzjan. De Surinaamse bank NV heeft per 11 september 2024 haar directie uitgebreid. Alexander van Petten is benoemd tot Chief Operations Officer en Ashna Kamta tot Chief Risk Officer. Waldo Halfhuid blijft Chief Financial Officer. Kamta heeft meer dan 20 jaar ervaring in risicobeheer, terwijl van Petten 15 jaar ervaring in IT en operationeel management meebrengt.